Goedenavond. Ik heropen de vergadering van afgelopen dinsdag, die geschorst is. Het is gewoon een voortzetting van de vorige vergadering. En daarna kan ik ook met een zekere knipoog zeggen dat inmiddels de heer De Jong de vergadering heeft verlaten. En de heer Overwijn ondertussen is aangeschoven. Getekend op de presentielijst. Kijk, nou, dan zijn we nu bij. Er is geen verandering van de agenda, natuurlijk, want het is een voortzetting van de vergadering waarvan de agenda al was vastgesteld. We hebben de vorige keer al bepaald dat bij hoofdelijke stemming de heer Raven als eerste zijn stem uitbrengt. En we gaan naar punt 3 op de agenda, de jaarstukken 2020. U hebt er gewaarmerkt de jaarstukken aangetroffen. De kantor heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op de jaarrekening. Dat mag ook wel even vermeld worden. De jaarstukken zijn besproken in de auditcommissie. Geeft een positief advies af. U wordt voorgesteld om de jaarstukken 2020 vast te stellen. Het batigsol van 1,3 miljoen euro in de algemene reserve te storten. En de rechtmatige overschrijding op budget en kredieten vast te stellen. Ik kijk eerst even, wil de voorzitter van de auditcommissie hier nog iets over zeggen? Meneer Van Marlen. Ja, bedankt voorzitter. Ja, zoals de voorzitter al aangaf, hebben wij een positief advies afgegeven voor deze jaarstukken. Wat ik nog wel even kan zeggen is dat namens de accountant, die heeft zijn complimenten geuit aan de organisatie voor de meewerking, maar ook gewoon voor de verbeterslagen die ze allemaal hebben aangebracht in de processen, waardoor het best een heel soepel proces is geweest dit jaar. En we daardoor ook gewoon tijdig een verklaring hebben gekregen van de accountant. Bedankt. Oké. Wie wenst het woord te voeren over de jaarstukken? Mevrouw Keesman, SP. Dank u wel, voorzitter. Ook wij willen het ambtenarenapparaat en het college bedanken voor de stukken. En één korte opmerking bij de voorlichting die gegeven is aan de raad kwam ter sprake hoe de systematiek werkt met de verdeling over de setbudgetten. En daar is een toezegging voor gekomen dat dat nader wordt toegelicht. Dus dat wilde ik in de raad even herhalen en dat was het. Dank u. Okay. Anderen? Niemand? Wil de wethouder nog iets zeggen? Ja, voorzitter, dank. De voorlichtingsavond, dat gaan we voor u organiseren, maar dat wordt in het nieuwe seizoen. En dat gaat dan over de toerekening van de zetgelden. Hè? Even voor mijn beeld. Nee? Wel, Keesman. Nee, het ging over de toerekening van de setbudgetten over de verschillende programma's. Ja. En de heer Essen heeft dat uitgebreid uitgelegd. Ja. En toen was het volstrekt duidelijk. En toen heeft zij gezegd, het is handig dat dat wat nader wordt toegelicht in de volgende jaarstukken. Dus er hoeft geen avond voor te komen. Het was alleen even dat het handig is om dat op te nemen, zodat duidelijk is hoe die systematiek werkt. Ja. Dank, heel duidelijk. Dan gaan we dat zo oppakken en dan wordt het een verduidelijkend kopje boven. Dat was inderdaad de afspraak. Ik herinner het me nu ook weer. Heel goed, doen we het zo. Ik wou nog even zeggen dat we heel blij zijn met die goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid, allebei. Dat is vorig jaar anders, dus de opwaartse lijn is echt wat te pakken. En dat is inderdaad naar de organisatie toe een groot compliment waard. Dus voorzitter, dank. Dank u wel. Dat was mevrouw Heutink. Dan kan ik volgens mij vaststellen dat de jaarstukken met algemene stemmen worden vastgesteld. Dat is het geval. Nou, dan lag het hamertje even vervallen. Overhevelingsbesluit 2020-2021. Apart besluit over de overheveling van budgetten. Betreft de incidentele werkzaamheden die gepland waren in 2020, maar niet in dat jaar konden worden uitgevoerd. Wil iemand daar wat over zeggen? Niemand. Ook vastgesteld. Dank u zeer. Herziening parkeer- en verkeersontwikkelplan, punt 5 van de agenda, is besproken in de commissie. In uw vergadering van 2 maart heeft u de motie Venneman-Nauta aangenomen. In deze motie wordt het college van BMW verzocht
een herziening van het parkeer- en verkeersontwikkelplan voor te bereiden. In het raadsvoorstel en de bijbehorende bestuursopdracht doet het college een voorstel over de inrichting van het proces. Dus nog niet over de inhoud, maar over de inrichting. Ook de wijze waarop uw raad erbij wordt betrokken. Wel, kan dat procesvoorstel uw instemming verkrijgen? Ranauta. Dank u wel, voorzitter. In januari 2021 is het parkeer- en verkeerontwikkelplan dat toen voorlag niet aangenomen door de raad. De reden van de SP om destijds tegen te stemmen was: het is dit plan of niets. We konden niet instemmen met een plan waar niet naar de effecten van betaald parkeren was gekeken en waar de kosten-batenanalyse van betaald parkeren ontbrak. De SP is mede-indiener van de motie om het dossier vlot te trekken. In de motie gaven we een aantal suggesties aan die daarbij betrokken zou kunnen worden. Er zijn twee suggesties die wij zeer belangrijk vinden. Parkeerareaal aan de buitenrand van Enkhuizen met als voorrang de Flevolaan en zoals ik al eerder aangaf een gedegen kosten-batenanalyse naar betaald parkeren en de effecten daarvan. Neem die wel. Your daughter is calling. Yeah. Met het eerste gedeelte van het voorstel zijn we dan ook tevreden. Met de toezegging van de portefeuillehouder in de commissie dat de beschikbare informatie gebruikt wordt, zijn wij blij. Wij, de fractie van de SP, vinden dat de mogelijke punten stap voor stap moeten worden uitgevoerd met voorrang de Flevolaan, kijken wat voor effect het heeft en welke vervolgstappen er dan genomen moeten worden. Het meenemen van de raad is zeer belangrijk in dit dossier. Met punt 2 van het raadsvoorstel hebben we toch wel grote moeite. De uitleg van de portefeuillehouder en de secretaris van de gemeente zetten ons voor een voldongen feit. Zonder de extra 75.000 euro bovenop de gefoteerde 80.000 euro geen voorzetting van het parkeer- en verkeersontwikkelplan. De argumentatie was de systematiek die de Z-organisatie hanteert en er is kwalitatief en kwantitatief geen capaciteit beschikbaar. Ik wil de portefeuillehouder vragen: als we het plan in januari hadden aangenomen, was daar dan wel geld en capaciteit voor om tot uitvoer te komen? En de afgelopen vergadering, of tenminste het eerste gedeelte van deze vergadering, met het extra geld dat misschien gefoteerd wordt voor het personeel voor de set, waarom moet er dan nog 60.000 euro bij? Mijn andere vraag is voor de collega en raadsleden. Wat is jullie mening om nog weer 75.000 euro beschikbaar te stellen? Dit is mijn bijdrage voor het eerste termijn. Dank u wel. De heer Van Galen. Daarna meneer Stomp. Ja, dank u voorzitter. Ja, eigenlijk spreek ik met de woorden van meneer Venneman, want die heeft zich namens CDA hier ook flink mee bezig gehouden. En ja, wij kunnen ons wel vinden in dit proces, zeker ook met pijlnota, omdat er toch ja, ook voldoende draagvlak moet zijn binnen de bevolking. Dat hebben we laatst ook weer gezien met de melkmarkt. Dus ja, wij zien die stappen 1, 2, 3, 4 positief in. Dat zal geld gaan kosten. En antwoording op mevrouw Nauta van nou ja goed, dat is dan even niet anders. Maar wat we wel graag zouden willen, om toch één stapje te laten zien in het najaar. En dat is die blauwe schijf na 1 uur. Want waarom zouden we daar een jaar op wachten als het eigenlijk een simpele maatregel is? Dus die zouden we graag, want volgens mij was daar de hele raad wel in grote delen mee eens. Dus die zouden we graag naar voren willen zien. Dank u wel. Wel, de heer Stomp, VVD. Nou, de VVD is blij om te zien dat in ieder geval de intentie er is om eindelijk stappen te maken met dat er iets gaat gebeuren, hè, zeg maar, actie, dat er beweging is. We vinden wel dat het belangrijk is om in wat er gaat gebeuren straks. Er is niet meer een hele focus op het parkeren, maar het heet verkeer en parkeerplan. Dus wij hopen dan, we gaan ervan uit dat er dan in de uitvoering van alle parkeermaatregelen, dat die wel zodanig gedaan worden dat we later niet met voldongen feiten zitten waarom we in ons verkeersambitie iets niet zouden kunnen, want jullie hebben toen toch besloten dat we dit moeten doen met parkeren. Hè, dus die flexibiliteit die zou ik wel graag terug willen zien in de uitvoering van wat hier voor ligt.
Er wordt net een vraag gesteld door mevrouw Nauta over het geld wat erbij moet. Dat vinden we vervelend. Wat we vooral ook vervelend vinden, dat het eigenlijk setkosten zijn. Maar goed, dat is uitgelegd. Er was 4,3 nodig. Er is 1,7 gevraagd. En de rest doen we als zijnde projectbudget. En dat is jammer. Maar helaas, ik denk als wij er geen geld al meer aan uit willen geven, mevrouw Nauta, dat er gebeurt niks. Dus het is het afwegen, of het een of het ander. En wij vinden het belangrijk dat er wel stappen genomen gaan worden. Dus ja. Dank u wel. Heer Jans. Heer Jan. Ja, dank u wel, voorzitter. We vinden het een goede pijlnota. Ook heerlijk dat er tussenstappen in zitten, zodat je kan voorkomen dat er een nieuw definitief parkeer- en verkeersplan sowieso wordt afgeschoten. Zo kan je in een vroeg stadium nog bijsturen. Dus, en dat het geld kost, ja, niks voor niks tegenwoordig. De problematiek van die extra kredieten voor speciale projecten, ja, dat stuit ons ook wel wat tegen de borst, is ons niet helemaal duidelijk. Daar kom ik nog wel eens op terug. Maar eigenlijk zeggen we, doen zo snel mogelijk. Er wordt op gewacht, want dan kan er ook weer wat qua appartementen en dergelijke mogelijk in de binnenstad gebeuren. Er is haast bij. Dank u wel. De heer Zandstra, de raadheer Raven. Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons eigenlijk aan bij de sprekers hiervoor. Flexibiliteit vinden ook wij heel belangrijk, maar ook dat het proces snel vlot getrokken wordt. Ook om niet alleen het parkeren zelf voor iedereen die wil parkeren in de binnenstad goed mogelijk te maken en doorstroom te creëren. Maar ook voor de bouwplannen die er misschien eventueel zijn waar het ook voor nodig is. Dus hoe sneller we hiermee van start kunnen gaan, hoe liever we het hebben. En dat het inderdaad 75.000 euro kost, dat is dan zo. Maar zoals met zoveel dingen, als je nog langer wacht, wordt het nog weer duurder. Dus laten we dit nu gewoon meteen doen. Dank u. Wel, de heer Raven, Enkhuizen Lokaal. Ja, voorzitter. Ook wij zijn wel positief over het stuk. Maar inderdaad, die externe projectleider, dat is wel een bijzondere. Dat je de ene week 500.000 euro beschikbaar stel, wegens dat de financiën en het krapte is bij de SED. En vervolgens een rekening van 60 CQ 50.000 euro krijgt voor een projectontwikkelaar omdat er geen personeel is. Dat strookt niet helemaal. Maar wij hebben in ons verkiezingsprogramma ooit neergezet, 2018, dat links of rechtsom er moet een parkeerverordening komen voordat we weggaan. Dus we zullen het wel steunen, maar het blijft voor mij een vraagteken. Dank u wel. Heer Hotting, ChristenUnie SGP. Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen ons aansluiten bij de meeste fracties. Inderdaad, het is weer geld dat voor parkeer- en verkeersontwikkelplan gaat. Er is al zoveel naartoe gegaan. Maar ook wij zien op het moment dat dit gefloteerd wordt en er zit snelheid in en de stappenplan zoals die voorgesteld is, dan zien we er ook heel in dat dat ook vlot kan trekken. Dus ook wij zullen daarin meegaan. Dank u. Dank u. De heer Van Marle, D66. Ja, bedankt voorzitter. D66 heeft de voorkeur voor het traject met de pijlnota. Om gewoon ook goed die raad erbij betrokken te houden. Dat dit geld gaat kosten, dat is vervelend. Maar we moeten wel verder met dit dossier. Helemaal omdat ook een heel aantal projecten, het is al door een andere fractie genoemd, wat betreft bouwen en ontwikkeling in de binnenstad nu on hold staan. En het is natuurlijk eigenlijk wel heel vervelend dat dit nou na meer dan een jaar vertraging oploopt voor dergelijke. Dus hopelijk wordt het niet alleen vertraging en wordt het geen afstel, dat soort projecten. Verder hebben wij er al heel veel over gezegd in de commissie. En neem vooral ook mee wat we in het voorjaar hier als partijen allemaal al over hebben geroepen. Want dat zal denk ik niet veel veranderd zijn in de tussentijd. Bedankt. Dank u wel. Eindigt de eerste termijn van de raad. Wethouder Heutink. Voorzitter, dank.
De bestuursopdracht die voor ligt is bewust ook door de Raad gevraagd om duidelijke afspraken te hebben over het proces met elkaar. Hoe gaan we het aanvliegen, wat kunt u verwachten en wat niet. En in die bestuursopdracht staat ook wat de organisatie waar kan maken. Dus in die zin zijn het harde afspraken. Ik zou nog even vooraf ook iets willen duidelijk maken over de 75.000 krediet dat wordt gevraagd. Bij het oorspronkelijke plan zat een kredietaanvraag van 4 ton. En in de motie die is aangenomen is een bedrag van 80.000 genoemd. Dat is een bedrag dat waarschijnlijk wel bewust is genoemd, maar ook niet heel concreet is onderbouwd wat daar dan wel of niet voor kan gebeuren. Die 80.000 plus die 75 is nu wel onderbouwd voor wat u ervoor krijgt en is in die zin nog een heel stuk lager dan het oorspronkelijke plan. Even om even scherp te krijgen hoe de bedragen soms kunnen rondvliegen en een eigen leven kunnen gaan leiden. Dit is even de stand van zaken daaromheen. En zoals we al eerder hebben aangegeven, gaan echt zoveel mogelijk gebruik maken van alles wat er ligt aan rapporten. Alleen u heeft ook gezien, sommige rapporten zijn uit 2011. En die moeten we gewoon kijken of die geactualiseerd moeten worden of niet. Want we kunnen ook niet werken met oude gegevens, dan gaat het ook niet goed. Dank allen voor uw bijdrage. Ik loop het even langs. Mevrouw Nauta, u geeft aan parkeren aan de rand, hè, en van daaruit verder. Nou, die heb ik meer gehoord. Dus dat is iets waar we denk ik ook heel goed naar moeten kijken om te kijken welke korte klappen we kunnen maken. Inderdaad, de toezegging ging aan dat beschikbare informatie gebruikt wordt, dat staat. De systematiek van de SED, ja, het is zo vanaf het begin al geweest dat die projectleider betaald zou moeten worden. Dus dat is niet nieuw of zo. Het is wel zo dat binnen de organisatie natuurlijk steeds een professionelere slag is over hoe toerekenen we bepaalde bedragen en dergelijke. Nou, die hele discussie is misschien goed. Dat dacht ik ook eigenlijk dat aanvankelijk door mevrouw Keesman bedoeld werd bij de jaarrekening. Misschien is het wel goed om daar ook eens de raad in mee te nemen hoe dat dan precies werkt. Want ik kom soms vragen tegen van waarom kost dit zoveel, terwijl dan bijvoorbeeld een stuk toerekening naar de organisatie erin zit. En waar het dan wel of niet in zit, is misschien wel goed om dat gewoon een keer in zijn algemeenheid ook met u als raad te bespreken. Maar dat is iets voor een volgend presidium wellicht om een keer mee te nemen. De heer Van Galen, nou, u kunt zich vinden in de pijlnota. Het draagvlak is belangrijk. U zegt de blauwe schijf moet naar 1 uur, de korte klap. Ja, dat vind ik lastig om zo uit de losse pols op te reageren. Het klinkt logisch. Maar als u dat echt nu direct geregeld wilt hebben, dan moet u dat echt door middel van een motie of amendement doen. Denk amendement. Meneer Van Galen. Maar toevallig vanmiddag, maar bent u zich bewust dat ondernemers van Venedig, zelfs de BOA's waren er, snel naar de BOA's rennen van, nou, ik heb hem net er weer even 3 uur vooruitgezet, hoor. Totdat dat gewoon te veel gebeurt. Ja. En tot Enkhuizen daar gewoon moet parkeren voor zijn boodschapje. Totdat, nou, wat ons betreft, niet lang hoeft te wachten. Maar vindt u het goed als ik hier na de zomer op terugkom? Dat ik hier zo snel ga kijken wat met dit en rondom de Flevolaan zo snel mogelijk kan? Want het is wel zo, dit is niet zo'n ingrijpende iets wat veel kost, maar bijvoorbeeld wat u rondom de Flevolaan noemt, dat gaat om een bedrag van 550.000 euro. Dat heeft in de in de programmabegroting heeft dat gestaan en is toen geschrapt. Kapitaallasten, inclusief onderhoud, zijn 35.000 per jaar. Het is allemaal niet gratis, zeg maar. Dus ik zoek even naar de balans van de korte klap. Ja, ik zit even, want ik weet niet uit mijn hoofd of de maatregel die de heer Van Galen voorstelt, of daar de verordening van moet worden aangepast, of dat het collegebevoegdheid is. Precies. In het laatste geval is natuurlijk de klap veel korter. Zou het sneller kunnen in elk geval? Klopt. Maar dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Nee, dat is exact wat ik even moet uitzoeken. Ja. Dus ik denk dat we dat even uitzoeken en dat we dan in september daarop terugkomen. Is dat goed? De heer Stom, blij dat de beweging is. U zegt eigenlijk, vergeet de verkeersambitie niet, hè? Hou die flexibiliteit erin, dat vind ik een heel terecht punt. We kunnen niet zomaar alleen maar focussen op parkeren en dan denken de rest komt later wel. Dus dat is iets wat wel in gedachten moet blijven en dat geen wegen moeten worden afgesloten, letterlijk en figuurlijk, zonder dat beeld helder is. Dus daar zullen we op letten. Maar inderdaad, het geld is nodig, anders gebeurt er niks. Dat is ook gewoon een realiteit. De heer Jans, u blijft met de tussenstappen, zoals bijsturen kan door de raad. Nou, dat is denk ik ook inderdaad de winst van zo'n pijlnota. Ook de heer Zandstra, die sluit zich daarbij aan.
parkeren en doorstroom, ook bouwplannen. Ja, dat is iets wat we natuurlijk allemaal graag willen. Het is overigens niet zo dat er nu niet gebouwd kan worden of dat er geen ontwikkelingen kunnen. Alleen mensen moeten voor parkeren op eigen terrein zorgen. En dat is natuurlijk een megaklus. Tegelijkertijd, het parkeerfonds zoals we het hadden, waarin je financiën afdroeg, door de enorme stijging van de huizenprijzen, is het zo makkelijk geworden om dat af te storten en ons parkeerprobleem wordt steeds groter. Nou, dat is de reden geweest om daar nu zo naar te kijken, maar u heeft gelijk dat er haast bij is en dat we voort moeten maken. De heer Raven is ook positief over het stuk, dank daarvoor. Ik heb al iets genoemd over de projectontwikkelaar. Even kijken, de heer Hotting zei het kost meer geld, maar het is dus niet meer geld dan het oorspronkelijke plan. Goed om nog even te noemen. En Ivan Marle geeft aan de voorkeur voor de pijlnota ook en ook rondom bouwen. Dank voor de input voor, tot zover. Ik heb eigenlijk even een vraag als raadsvoorzitter. Heeft het college voldoende opgehaald om mee verder te kunnen? Ja. Zijn er nog vragen aan de raad? Nee, anders hadden we die gesteld in de... Ja. Ja. Oké. Okay. Tweede ronde. Iemand behoefte? Ja. Renata. Dank u wel, voorzitter. Ik ben kritisch geweest over de kosten. Ik heb begrepen dat het vorige plan 4 ton zou kosten. We hebben hier al 80.000 euro beschikbaar gesteld. Er komt nog 75 bij. Ja, het kost geld. Het is waar. Ik wilde graag weten wat de rest van de fracties ervan vonden. We gaan mee met dit voorstel. Dank u wel. Verlangt een van uw stemming? Dan is het voorliggende voorstel met algemene stemmen aangenomen. Komt bij punt 6, de regionale energiestrategie. In het klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio's in Nederland een regionale energiestrategie, een RES, opstellen. Noord-Holland Noord is een van die 30 regio's. In mei heeft uw raad, met mei 2019, heeft uw raad de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van West-Friesland 7.1 vastgesteld. Hierin is geformuleerd dat West-Friesland de ambitie heeft om in 2040 energie-neutraal te zijn. En de rest is een van de instrumenten die een bijdrage levert aan de ambitie voor een energie-neutraal West-Friesland in 2040. In het raadsvoorstel wordt u voorgesteld de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord vast te stellen en daarbij met andere partners in te zetten op het buitendijkse plan Duurzaam Leefbaar. Er is een amendement binnengekomen van de VVD-fractie. Ik neem aan dat u dat graag wilt uitspreken en toelichten. Wie van u? De heer Overwijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben kennis genomen van het stuk. En enigszins, en dat hebben we tijdens de vergadering, hebben we dat ook al aangegeven aan de wethouder. Maar wilde toch even ook zeker stellen over de wethouder dat het gewoon zwart en wit stond uiteindelijk. Ik zal hem voorlezen. In het raadsvoorstel instemming RES 1.0 Noord-Holland Noord staat bij punt 2 de onderstaande tekst vermeld. Het zoekgebied voor zon en plus wind in het Markenmeer en IJsselmeer te schrappen. Daar de wethouder aangaf bij de commissievergadering van 8 juli jongstleden in het kasteel Violinde dat een kruis voor het plan buitendijks is, wil de VVD graag een abonnement indienen op dit stuk tekst. Wij stellen daarvoor voor de tekst te veranderen naar het zoekgebied voor zon en wind in het Markenmeer en IJsselmeer te schrappen binnen het kustgebied van Enkhuizen. En gaat over tot orde van de dag. De toelichting hierop is aangezien de ruimte binnen de Enkhuizen kustwaters redelijk beperkt is en het niet toelaat om windmolens te plaatsen, maar wij wind op het land tot een minimum wensen te beperken, ondersteunen wij het plan buitendijk. Dank u. Helder, dank u wel. Ik zag me net even met de griffier overleggen. Want waar waren we ook alweer gebleven met de nummering? Maar ik meen dat dit amendement nummer 3 is van deze vergadering. Nou, deel uit van de beraadslagingen. Eerste termijn. Wie van u? Heer Van Marle, D66. Ja, bedankt voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag aan de indieners van het amendement. Wordt er bedoeld met het kustgebied, het grondgebied van de gemeente Enkhuizen? Bedankt. Geef een antwoord, ja. Jazeker, meneer Van Marle. Dat was de eerste termijn? Ja. Oké, anderen? Niemand? Oké, de wethouder. Toch wel? De heer Zandstra? Maakt het wel spannend. Maakt het wel spannend.
Nou ja, op zich is het natuurlijk heel sympathiek dit. Alleen als we dit doen, zou dat volgens mij, maar dat zou ik graag van de VVD-fractie ook willen weten, betekenen dat er dus net buiten zeg maar, het kustgebied van Enkhuizen dus ineens windmolens zouden kunnen komen. Heb ik dat goed of zie ik dat toch verkeerd? Ja, Overwijn. Bij mijn weten is het plan buiten Dijkstraat dat het gestipuleerd waar het wel en niet mag. Dus niet direct buiten de grenzen van Enkhuizen. Joep. De wethouder, mevrouw Heutink. Ja, voorzitter, dank. Misschien kan ik er iets licht op schijnen. Het plan Buitendijks plan duurzaam leefbaar. Kan het iets harder? Sorry. Ja. Ik zal even, iets dichterbij. Ik zit hier zo volgepakt. Ik zal even wat dichterbij zitten. Ja. Zo beter. Het Buitendijks plan duurzaam leefbaar voorziet in zonneatollen op het IJsselmeer. Dus niet zozeer windenergie, maar vismigratie, rivier, een vooroevers tegen de dijken. Dus het is een heel verhaal. En als ik het goed begrijp, zegt de fractie van de VVD eigenlijk, de motie zoals wij hem bedoeld hebben, is dat we gewoon rondom de oude binnenstad en gewoon het grondgebied zeg maar, op het water van Enkhuizen, geldt eigenlijk die motie die toen is ingericht en niet voor het hele gebied. Want in het voorstel staat, plan Buitendijk, gaan mee akkoord. En dan zou je daar niet mee akkoord kunnen gaan als je op het hele IJsselmeer dat niet wil. Zo begrijp ik hem goed, hè? Ja. In die zin snap ik hem en lijkt me prima om dit op deze manier te doen. Het is wel zo dat bij de inbreng rondom de rest ik alleen heb kunnen inbrengen met betrekking tot ons eigen grondgebied. Dus met andere woorden, daar hebben zij al rekening mee gehouden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, hij is overbodig. Tegelijkertijd vind ik het ook wel een verduidelijking van de raad zelf en ook voor de raad zelf in de richting van dat plan van Buitendijk. Dus vanuit het college kan ik zeggen van dit is heel logisch om dit even te markeren hier. Het is een amendement. Kan de raad deze tekst aanpassen? Vraagteken. Hoe is het een boven lokale tekst? Nee, dat kan altijd. De raad is het hoogste orgaan. Meneer Overwijn. Dus de wethouder neemt hem over? Ja. Ja, hij moet wel worden vastgesteld, hè? Het is een amendement. Noties kunnen we overnemen. Amendementen moeten echt worden vastgesteld. Tekstwijziging. Ja, ja. Anderen nog? Tweede termijn. Renata. Dank u wel, voorzitter. De SP is voor de klimaatwet, maar tegen het klimaatakkoord. Windturbines en zonneweiden betekenen verslechtering van de leefomgeving. Idyllische landschappen veranderen in energie-industriegebieden. Bewoners krijgen te maken met geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidsklachten door laagfrequent geluid. De overheid laat na om de verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van haar burgers als het gaat om de energietransitie. Wind en zon is van ons allemaal, dus ook de opbrengsten. De SP is van mening dat energie besparen voor opwekken moet gaan. De grote vervuilers eerst aan zet moeten zijn. Wind op zee in plaats van wind op land. Voor zon op land, dit vooral op daken. De SP heeft een onderzoek laten doen naar zon op daken. Als op alle geschikte daken zonnepanelen worden gebruikt, zal dit tussen de 19 en 35 terawattuur kunnen opleveren. Daarnaast vinden wij dat het duurzaam moet zijn, duidelijk te begrijpen, democratisch en dat er voldoende draagvlak moet zijn. Het begint met het aannemen van het klimaatwet en daaruit voortvloeiend het klimaatakkoord. Onder leiding van Ed Nijpel zijn de klimaattafels georganiseerd. Daar namen 8 belanghebbenden in plaats, zeg subsidieontvangers. De kritische groeperingen waren voorstanders van wind op land. Echt tegengeluid werd geweerd. De subsidieontvangers hadden vrij spel. De subsidie in Nederland is zo geregeld dat een windturbine overal in Nederland rendabel moet draaien. Daarbij krijgen de investeerders een vast rendement ongeacht de prijs. Dat is de reden waarom windturbines op land worden gebouwd, terwijl het bekend is dat wind op zee goedkoper is. Wat ons verder zorgen baart, voorzitter, is het medische aspect van windturbines op land. Nederland kent qua geluidnorm een gemiddelde. Bij geen wind 0 decibel. Bij veel wind wordt de geluidsnorm fors overschreden. En een afstandnorm is ook niet duidelijk vastgesteld. Dan het laagfrequent geluid.
Door de hogere windturbines zijn deze schadelijk voor de gezondheid. Hartinfarcten, beroerte, slapeloosheid, etc. Windparken bedreigen een normaal gezond gezinsleven. Alle normen staan in een activiteitenbesluit. Daar is geen milieueffectenrapportage op aangevraagd. De algemene regels hadden meer getest moeten worden en dat is niet gebeurd. Het Europese Hof heeft hier een uitspraak over gedaan. Waar het neerkomt is dat Nederland zegt geen meer en het Europese Hof wel. En zover mijn kennis strekt, geldt hier dat het Europees recht voor het Nederlands recht gaat. Je kan zeggen dat dit mogelijke consequenties zou kunnen hebben. Er zijn al rechtszaken aangespannen. Er zijn organisaties ontstaan die tegen windturbines op land zijn. Zij kwamen met alternatieven, maar mochten niet aanschuiven aan de klimaattafels. De energiebedrijven wel. Zij hebben plannen ontworpen waarmee miljarden aan subsidies worden binnengesleept. En dat wordt betaald door de burgers middels belastingen in hun energierekening. De tarieven voor de kleine aansluitingen, de huishoudens, zijn aanzienlijk hoger dan die van de grote aansluitingen, de bedrijven. De kosten worden voor grotere gedeelten bij de burgers neergelegd. Vanuit de klimaattafels is Nederland opgesplit in 30 regio's met de opdracht 35 terawattuur te leveren. Dit is mede gedaan om de burgers erbij te betrekken. Het volwaardig meepraten met de rest vinden wij heel belangrijk. Het is een gezamenlijk probleem. Inspraak van de burgers door middel van inspraakavonden of klantbordgroepen is ons inziens onvoldoende. Gezien het percentage inbraak van participatie kan je zeggen dat dit tot op heden mislukt is. Er valt hier nog heel wat werk te verrichten. In het raadsvoorstel wordt ons gevraagd om in te zetten op buitendijks duurzaam leefbaar samen met het Rijk, provincie en de betrokken gemeente en dit een onderdeel te laten zijn van de RES 1.0. Dit plan is niet voldragen. Veel natuurorganisaties zijn hier geen voorstander van. En omdat de plannen nog zo in de kinderschoenen staan, willen wij hier ons niet aan binden. Plan 3 in het voorstel. Natuurlijk zijn wij voorstanders van nieuwe initiatieven. Maar wordt er dan niet de gelegenheid geboden om bij wijze van spreken voorstel 2 toe te voegen? Laat ik vooral duidelijk zijn dat de SP voor verduurzaming is. Dat het klimaat rechtvaardig moet zijn. Dus eindig ik waarmee ik weer ben begonnen. De SP is voor de klimaatwet, maar tegen het klimaatakkoord. En we zullen dus tegen dit voorstel stemmen, dus ook niet meegaan met het amendement. De heer Van der Werf. Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog een vraag voor de portefeuillehouder. Ik word hier wel een beetje door getriggerd door dit verhaal. Volgens mij zijn die zonneatolen, waar nu het accent op komt te liggen, dat is nog niet zo erg vaak voorgekomen in de wereld volgens mij. En mijn vraag is, stel nu dat het ecologisch verkeerd gaat, waar die dingen komen te liggen. Is er dan nog mogelijkheid tot herstel? Snap je wat ik bedoel? Meneer Hotting. Ja, dank voorzitter. In grote lijnen kunnen we eigenlijk met de fractie van de SP meegaan als het gaat over de leefbaarheid en de betrokkenheid van de burgers en waar het doel toe dient. En de aanvulling daarop is ook dat wij een negatief effect zien voor de agrariërs, zeker dat het ook over het buitendijkse gaat. Er wordt gesproken over natuur in combinatie met zonnepanelen. En wij denken dat juist dat gedeelte wat ze daar aan willen leggen, dat het een ontzettend negatief effect heeft voor het water wat de boeren gebruiken zeg maar, in de droogteperiodes. Daarbij is het ook nog dat het diepste gedeelte van het IJsselmeer is en daar zijn wij absoluut niet voor het dempen. En daarbij komt ook nog dat de kosten die er gemaakt worden, we hebben een bezuiniging moeten doen van ruim 4 miljoen. En we zijn bang dat deze ontwikkeling die hier eigenlijk van bovenaf ons opgelegd wordt, dat het onze inwoners een hoop geld gaan kosten en daar we weinig van zien. Dus wij zullen ook niet mee instemmen met dit voorstel en ook niet met het amendement. Dank u. De heer Van Warle. Ja, bedankt voorzitter. Ja, ik snap eigenlijk wel de ChristenUnie, SGP en ook de SP. Het is natuurlijk niet echt een heel eerlijk proces dit geweest. Want er ligt gewoon een taakstelling vanuit de landelijke overheid. Waarbij gezegd is, als je niet aan die taakstelling je eigen invulling gaat geven, dan gaan wij dat doen. Dus ik wil jullie wel meegeven dat als
iedereen tegen zou stellen dat gewoon Den Haag gaat bepalen waar alles neergezet wordt. Dus dat lijkt me volgens mij ook niet helemaal de wenselijke situatie. Denk daar over na. Dit was volgens mij de manier om juist richting te geven waar het terecht gaat komen. En anders dan doet Den Haag het. Bedankt. Ja. Mevrouw Huttink. Voorzitter, dank. Ja, ik snap de discussie helemaal. En degene die mij ook wel eens individueel hierover hebben gesproken, weten dat ook ik echt mijn twijfels heb over dat continu geroepen wordt dat dit een proces van onderop is. Terwijl we weten dat dit een proces van bovenaf georganiseerd is. Dus ik denk dat we daar helemaal, ja, daar niet zo zinvol is om daar hier de discussie over aan te gaan. En een deel ook, mevrouw Nauta, van wat u vertelt, is denk ik een onderdeel van een battle die op een hoger niveau gevoerd wordt. En waar wij hier in Enkhuizen niet daarin de knopen kunnen doorhakken, bij wijze van spreken. Wij als verantwoordelijk bestuur voor deze gemeente hebben een wet uit te voeren die aangenomen is. En zo kan ik natuurlijk ook niet anders. En de heer Marley heeft natuurlijk helemaal gelijk als hij zegt van dit zijn de spelregels die zijn vastgesteld. En doen we dat niet, dan gaat het op een andere manier. Even los van inhoudelijk. Hè? Dus ik denk dat inhoudelijke, dat het vooral is voor u is om ook met elkaar over van gedachten te wisselen. En de partijen op landelijk niveau mee lastig te vallen, zeg maar. En wat ik hier namens en het college hier namens de gemeente Enkhuizen heeft gedaan, is binnen de kaders die u als raad heeft gesteld, waarin u heeft gezegd we willen op ons grondgebied geen wind op het water en op het land. En we willen geen zon op het water. Die kaders zijn opgenomen in deze RES en dat is een RES 1.0. Daar staat er ook niet voor niks achter. En dan kom ik bij de vraag die ook de heer Van der Werf stelde, van hoe zit het nou met het plan Buitendijk? Stelde u ook, mevrouw Nauta, en de ChristenUnie noemde dat. Dat kan inderdaad, we weten nog een heleboel daarover niet. Het is inderdaad in die zin nog helemaal niet af en voldragen. Maar wat we hier wel zeggen, is dat is een kans om vanuit onze regio te doen datgene wat we wettelijk verplicht zijn. Interruptie. Mevrouw Nauta. Ja. Dan is mijn vraag, waarom is dit opgenomen als punt 2 als het nog zo prematuur is? En we weten niet wat voor gevolgen en wat voor zaken er nog bij of afgaan of wat de gevolgen zijn. Dan vind ik het toch wel heel vroeg om dit al in de raadsvoorstel mee te nemen dat wij hier ons aan gaan binden. Dan moet ik u volgens mij voor presidium vragen, wat is uw vraag? Wat vindt u, mevrouw Huttink? Ja. Hoe komt dat in dat voorstel? Ja, dan moet ik echt even terug naar de tekst. En daar staat in te zetten op. En dat is echt natuurlijk bedoeld ook om te laten zien naar landelijk toe. Dit is een reële weg om te gaan. Daarmee zeg je niet, we gaan het doen. En we weten nu al exact alle gevolgen. Want dat is ook niet zo, dat klopt. Dus in die zin zeg je, dit is voor onze regio, voor West-Friesland ook een weg om te gaan. Dat zeg je daarin. En je zegt ook, en dat staat bij punt 3, ruimte laten voor nieuwe initiatieven, staat natuurlijk ook niet voor niks. Het is echt een hybride document. Ieder jaar krijgt u dit weer terug op tafel, met toevoegingen, dingen erbij, dingen eraf enzovoort. Dus ik kan het helaas niet concreter maken. Voorzitter, dank. Tweede termijn. Dit was de tweede termijn. Goedemorgen. Ja, die is nu afgesloten, ja. Ik heb de neiging om u een stemadvies mee te geven. En dat is echt, ik heb het meegemaakt van heel dichtbij in een gemeente waar het Rijk het dwars overheen ging, toen mijn lokaal er niet uitkwam. Dus kijk uit, u voelt zich misschien, of is misschien voor ons allemaal wel in een zeker pak genaaid, bepaalde richting. Binnen die richting kun je nou van al dit doen. Kies je de richting niet, loop je een groot risico dat je een hele andere richting over je heen krijgt. Dus denk goed na over uw stem. Als u daar even over na wilt denken zonder mij, ook goed. Maar dit is Tom. Nou, als u, dan neem ik maar even de ruimte als ik die krijg. Over de wet, door de wethouder gezegd over landelijke partijen bestoken. In ons regio-overleg van de VVD hebben we het ook hierover gehad. En daar is gewoon vanuit de provincie aangegeven, heel duidelijk, als jullie er niet uitkomen,
hebben wij ook geen stem. Daarna gaat het echt bepalen. Dus nee, dat wil ik dan ook nog even een keer meegeven. Dank u wel. Ja, het is een vorm van bankmakerij, maar het is wel ergens op gebaseerd. De behoefte aan een schorsing? Gaan we over tot stemmen. Stemmen. Oké. Voorzitter. Dat is een hoofdelijke, denk ik. Ik kijk naar de griffier. Mag u de namenlijst gaan doen vanaf de heer... Oh, de heer Hotting nog? Nou. Dan wil ik graag een stemverklaring geven straks. Dat mag u nu doen. Gezien de ontwikkelingen en dat het in de kinderschoenen staat en dat er gesproken wordt over een dynamisch proces, zullen we dan bij deze voorstemmen en ook met het amendement voorstemmen. En daarbij zeggen dat het niet door Den Haag besloten wordt, maar dat het al door Den Haag besloten is. Dank u. Goed, anderen nog? Ja, PvdA, de heer Sandstra. Nou, soms moet je kiezen uit twee slechte, maar dan moet je de minst slechte kiezen. Dus wij zullen hier gewoon niet meegaan. Dat was het. Goed. De griffier gaat de namen oplezen en voor of tegen het voorstel. Sorry, het amendement. Eerst het amendement dan. Eerst het amendement, voor of tegen het amendement van de heer Overwijn. Dan begin ik bij de heer, we hebben 16 raadsleden aanwezig. Dan begin ik bij de heer Raven. Voor. Mevrouw Aukers, Enkhuizen Lokaal. Voor. De heer Jans, Heaan. Voor. De heer Stomp, VVD. De heer Stomp, voor. De heer Overwijn, VVD. De heer Overwijn, voor. Mevrouw Stemmler, SP. Tegen. De heer Zandstra, PvdA. Zandstra is voor. De heer Maslumian, PvdA. Voor. De heer Ermis, SP. Baris Ermis is tegen. Mevrouw Keesman. Tegen. Mevrouw Nauta, SP. Tegen. Dan kom ik bij mevrouw Buit, D66. Voor. De heer Van Marlen, D66. Voor. De heer Van Galen, CDA. Voor. De heer Van der Werf, CDA. Voor. En dan de heer Hotting, ChristenUnie SGP. Voor. Dan is het amendement aangenomen met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen. En gaan we naar het voorstel voor de res zelf. Dan begin ik weer bij de heer Raven, Enkhuizen Lokaal. Voor. Mevrouw Aukers, Enkhuizen Lokaal. Voor. De heer Jans, Hea. Voor. De heer Stomp, VVD. Voor. De heer Overwijn, VVD. Voor. Mevrouw Stemmler, SP. Tegen. De heer Zandstra, Partij van de Arbeid. Voor. De heer Maslumian, Partij van de Arbeid. Voor. De heer Ermis, SP. Baris Ermis is tegen dit voorstel. Mevrouw Keesman. Tegen. SP. Mevrouw Nauta, SP. Tegen. Mevrouw Buit, D66. Voor. De heer Van Marlen, D66. Voor. De heer Van Galen, CDA. Voor. De heer Van der Werf, CDA. Voor. En tenslotte de heer Hotting, ChristenUnie SGP. Voor. Dus het voorstel aangenomen met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen. We doorgaan, hè? Kwart voor negen. Gaan we al toe? Ja. Er is nog geen half één. Nee. Ik hoop niet te halen vanavond. Goed, wij gaan naar punt 7 op de agenda. Voorbereidingsgebied Gommelwijk West-West. Het voorstel luidt: voor de planvorming, uitwerking, bestemmingsplan Gommelwijk West-West een aanvullend voorbereidingsgebied beschikbaar te stellen van 140.000 euro. De aanvullende voorbereidingskosten op te nemen in de grondexploitatie bij de activatie daarvan. Naar aanleiding van de commissiebehandeling is er aanvullende informatie door het college verzonden. Een of meer fracties van u wenst bespreking. Welke fractie kan ik het woord geven? Dat was bij de agendavaststelling de vorige keer. Ja.
De heer Van Galen, CDA, daarna de heer Ermis, SP. Ja, dank u voorzitter. Ja, tot er nog wat geld bij moet, dat is voor ons wel duidelijk. Wij denken ook dat het makkelijk terugverdiend wordt met 300 woningen sowieso, eerste fase. En we kregen ook een keurig overzicht van alle gemaakte kosten tot en met heden. En daar zaten toch wel een aantal posten bij waarvan je denkt, wat zonde van het geld allemaal. Veel advocaatkosten en waarschijnlijk ook de dwangsom zit ertussen. We zullen geen namen noemen, maar één allemaal te lasten of veroorzaakt door één verkoper die niet wilde verkopen. Dus dan is het eigenlijk geen verkoop. Maar ja, dat is erg zonde en dat staat allemaal in deze staat. En wat er echt aan onderzoekers is gedaan en andere zaken, bestemmingsplannen, dat is allemaal nodig. Alleen we hebben wel ons vraagtekens bij het feit dat er nu toch weer voor één bestemmingsplan gekozen wordt. Het is een beetje zwabberend beleid. Eerst was het één bestemmingsplan voor alle 30 hectare. Toen zouden we gaan voor alleen het noordelijk deel van Gommerswijk West-West-Noord. 10 hectare, 300 woningen. Dat zou dan uitgewerkt worden. En nu gaan we weer voor alles. En we zijn toch bang tot daar gewoon veel meer bezwaren en andere beren op de weg zijn. Met andere woorden, tot het toch weer langer duurt. Dus wij willen toch pleiten in deze vergadering om dat toch nog eens goed te bekijken. Of we toch niet alleen eerst voor die 10 hectare gaan en uitwerken. En in plaats van bloemkolen huizen komen. Dat is onze insteek. Dus ik hoop dat de wethouder daar toch nog eens goed wil naar kijken. Nou, feitelijk is dat ons verhaal. Dank u. Dank u wel. Heer Ermis, SP. Dank u wel, voorzitter. De huidige woningmarkt schreeuwt om meer woningen en ook in Enkhuizen is dit niet anders. Met de huidige woningprijzen, die sinds de coronapandemie alleen maar zijn gestegen, wordt het voor starters en doorstromers een lastige opgave om een woning te vinden. En daarom is het belangrijk dat we snel gaan bouwen. Voorzitter, de fractie van de SP heeft meerdere malen aangegeven dat er een groot aantal dak- en thuislozen zijn in Enkhuizen en omgeving. En dat dit aantal blijft stijgen. Welk lokaal of regionaal plan zorgt voor de huisvesting voor hen? En is de portefeuillehouder bereid om met een voorstel te komen voor het realiseren van flexwoningen? Wat onze collega van het CDA ook net al eigenlijk aangaf. Het is momenteel één plan, maar is dit eventueel mogelijk om in het noordelijke deel van Gommerwijk West-West de woningen te realiseren, de flexwoningen? En wij pleiten ook eigenlijk daarvoor om dit in twee stukken te halen in plaats van één geheel. En waarom is eigenlijk hiervoor gekozen? Ik zeg daarom ook gauw beginnen en dan staan de woningen er al in oktober. Hoe kunnen we het startproces trouwens ook voor de bouwplannen van Gommerwijk West-West versnellen? U gaf aan dat dit pas volgend jaar zou mogelijk kunnen zijn. En hoe zit het nou met de ontwikkeling in combinatie met de geithouderij? Is dat een vertragende factor? Dank u wel. De heer Jans van Heya. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hoe eerder hoe beter beginnen met bouwen, dat is duidelijk. Maar er moesten weer een heleboel kosten bij. En daar hebben wij tijdens de commissievergadering vragen gesteld hoe die zijn samengesteld. En wij kregen een keurige uitwerking. Ook hebben wij in Agora gevraagd wat de verwachte bruto en netto opbrengst zou kunnen zijn. Ja, en die vraag die is niet beantwoord. Maar misschien dat de wethouder dat nu kan doen. We zijn wel akkoord met het voorstel. Verder niemand? Ook niet. De wethouder. Ja, voorzitter, dank u wel. De verschillende trajecten die ik heb opgepakt sinds maart, is dit er ook eentje van die met een groot juridisch karakter eromheen. En dat is best ingewikkeld om dat A tot je te nemen en ten tweede ook de gevolgen daarvan blijven overzien. Ik weet zo uit mijn hoofd dat wij u een raadsbrief hebben gestuurd over Gommerwijk West-West in januari over de flexwoningen. Daar is aan gerefereerd door uw collega.
Maar we hebben u ook een raadsbrief gestuurd over een uitspraak van de rechter, waarin de rechter ons opdraagt om op heel korte termijn 1 exploitatieplan te maken voor het gebied. Dus in die zin is dat ene plan de opdracht die er nu ligt van de rechter. Wij zijn nu keihard aan het werk om dat overall, dus hoogoverplan te maken, om echt geen tijd te verliezen. Want we willen net zoals u natuurlijk graag zo snel mogelijk door. En als dat plan er is, dan kunnen we op onderdelen gaan inschalen en verder. Dus dat is de route die we nu eigenlijk voor ons hebben. En daar willen we zo snel mogelijk mee vooruit. Dus dat is ook echt de snelste route om het te doen. Want anders dan gaan we ons heel veel vertraging op de hals halen en duurt het minstens nog een jaar langer. Dus dit is even, ik weet zo niet meer waar die raadsbrief staat. Maar het gaat over een uitspraak van de rechter die ons heeft opgedragen om 1 exploitatieplan voor het hele geheel te maken. Rondom de flexwoningen, daar zijn wij ook enthousiast over en willen we heel graag. En dat moet dan daarna een plek krijgen in. En dat is de volgorde der dingen. Dus meneer Jans, kosten en uitwerkingen heeft u inderdaad gekregen. Ik heb wel genoemd, of in de commissie of in die commissie ervoor, weet ik niet meer, of de raad ervoor, de verwachte opbrengsten dat die fors en hoog zijn. Maar die worden exact nu, er wordt nu een uitgebreide achter de komma grex gemaakt. En die krijgt u bij het exploitatieplan ook zo snel mogelijk als wij dat hebben aangeboden. Maar die is ook nog niet in het college geweest. Dus we weten natuurlijk wel, het gaat verder dan een bierveeltje, maar we weten wel hoog over. En dan zit het in een plus en dan zit het in miljoenen. Maar wij weten nog niet tot de Jans. Exacte. Wat is zo snel mogelijk, portefeuillehouder? Want dat vind ik altijd zo'n vaag begrip. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat vond ik ook altijd als raadslid. Het zijn heel vervelende antwoorden eigenlijk. Als ik september zeg, is dat dat we u via raadsbrief informeren? Als u 1 september zegt, dan... In september zeg ik. Want 1 september, dan begint alles net weer. Dus in september krijgt u van onze raadsbrief. Oh, in september. Ja? Prima. Ja. Oké. Okay. Dat was hem, voorzitter. Dank. Dank u wel. De heer Ermis, tweede termijn. Nee, interruptie. Nou, eigenlijk, voorzitter, ik had nog een vraag. En dat ging over, is er een plan, is er een lokaal of een regionaal plan dat zorgt voor de huisvesting? Ja. Dank u wel. Is misschien iets voor de andere portefeuillehouder, of niet? Meneer Luijks, zit de vraag mee? Ja, voorzitter, dank u wel. Aanstaande donderdag wordt daar in VVR Malifosa over gesproken, over dat regionale plan. Maar daar heb ik nog wel wat kritische noten bij. Want ik ben ook benieuwd naar hoe we dat dan vervolgens in de tijdspannen, lokaal zo snel mogelijk kunnen implementeren. Dus daar ben ik nog niet uit. Maar ik ben al eerder, het staat niet voor niks op de agenda, dat zijn ook vragen geweest die u eerder gesteld heeft vanuit de SP. Daar zijn we natuurlijk ook in regionaal verband al wel een tijdje mee bezig. Maar het is nog niet geheel naar het zien, maar dan spreek ik wel voor mijn beurt, want hopelijk komen we er donderdag wel uit. Dankjewel. Helder. Heer Van Galen, nog een aanvulling op de eerste termijn of wordt het een tweede? Wij. Tweede termijn, bij deze. Ja, dank u. Ja, voorzitter, ik moet mezelf even corrigeren. Dat moet ik wel meer, maar in dit geval gaat het over Gommerswijk West-West, want ik had gezegd dat 1 eigenaar niet wilde verkopen. Nou, feitelijk was dat niet zo. Alleen de vraagprijs die was exorbitant hoog en niet marktconform. We zijn daar ook inderdaad op teruggewezen, ook toch. Gaat u rustig verder. Door de rechter, die er wel gezegd heeft bepaalde zaken gelijk gegeven, dat er uitgewerkt moet worden. Dus ik snap dat dat 1 bestemmingsplan moet worden. Voorzie wel vertraging daardoor. Maar goed, 1 bestemmingsplan. Maar ik wil toch een oproep doen, wellicht via de wethouder, naar die partij. Die moet wel realistisch zijn. Ze willen graag een aantal bouwkavels, bouwrijp voor hun kinderen. Allemaal prima. Maar begraaf die strijdbijl en kom tot overeenstemming. Want dit heeft al veel te lang geduurd en veel te veel gekost. Dus ik hoop dat de wethouder die boodschap nog een keer wil overbrengen. Dank u wel. Anderen voor de tweede termijn? Wil de wethouder nog reageren op het appel van de heer Van Galen? Ja, voorzitter, dank. Ik ga die boodschap overbrengen. Duidelijk, helemaal eens. Overigens is morgen in het college ook een raadsbrief over de uitspraak van de Raad van State in relatie tot plantschade en dergelijke. En die raadsbrief komt naar u toe in de loop van deze week. Dat nog even ter info. Dank u wel.
Kan daarmee het voorstel als aangenomen worden beschouwd? Bij deze. Dan sluit ik de vergadering en lees ik even een tekst voor die de griffier hier aan mij heeft aangereikt. Ik zie u allen, naar ik hoop, fris en fruitig. Morgen in ditzelfde theater voor de behandeling van de kadernota. Tot dan. En dat heb jij tijdens het rijden? Nog even de aandacht. In presidium is vanavond gesproken over de gang van zaken morgen. En nu hoor ik een raadslid die niet bij presidium was. Die krijgt natuurlijk informatie ook op papier. Maar het is misschien goed om dat toch hier even te delen wat er net in presidium is afgesproken. De griffier. Ja, wat we al gemeld hadden is dat we beginnen om 4:00 en we schorsen in principe om 6:00. En tussen 6 en 8 kunt u een maaltijd gebruiken in het stadhuis, als u zich daarvoor heeft aangemeld. En dan gaan we hier om 8:00 weer verder. Dan proberen we om 10:00 zeg maar kadernoten, algemene beschouwingen af te ronden. En dan, zeg ik even uit mijn hoofd, gaan we 9:45 verder met het besloten deel waarheids melding van is gemaakt in het presidium. En dat gaat over de rest. Ja, duidelijk. Ja. Tot morgen.